Als je uitgenodigd zou worden om voor de Indonesische nationale team te spelen, zou je dat willen? Ja, ik had deze zomer zou ik eigenlijk met Indonesië, het nationale team, zou ik meetrainen. Hallo guys, welcome back di channelku. Hari ini aku akan mencoba hal yang baru di channel YouTubeku ini. Hari ini aku akan membuat interview dengan salah satu pemain keturunan Indonesia yang bermain bola profesional di Belanda guys. Dia bermain di Jong FC Twente guys. Dulu juga aku waktu main di SC Feyenoord, aku pernah melawan dia juga guys. Oh ya guys, aku juga baru tahu kalau dia diundang untuk ikut seleksi timnas senior guys, tapi karena situasi coronavirus ini, COVID-19 virus ini, dia belum bisa bergabung untuk ikut seleksi timnas senior. Kalau kalian mau tahu siapa dia, ikutilah interviewku ini dengan dia guys. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, comment, share, dukung channel ini agar biar bisa berkembang di seputar olahraga guys. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan sebelum juga aku mulai interview dia, aku akan liatin ke kalian sedikit highlights tentang permainannya dia guys. Oke, okay, here is the video.
Oke okay guys, itulah dia. Namanya adalah Mace Hilgers. Sekarang kita lanjut akan interview dia guys. Let's go. Hey bro. Mees. Goed man, met jou? Ja, gaat goed. Als eerst wil ik even bedanken man dat je deze interview met mij wilt doen man. En dat je er tijd voor hebt. Want veel Indonesische mensen willen meer over je weten. Ja, over je voetbalcarrière en ja, over wat je ervaring is en zo. Dus ja, zullen we gewoon gelijk beginnen? Ja. Oké. De eerste vraag is, de afgelopen maanden hebben we allemaal een lastige situatie in verband met de coronavirus. Mijn vraag is, wat voor activiteiten doe je om je conditie en voetbal op niveau te houden zodat je fit blijft? Eigenlijk toen coronavirus kwam, toen begonnen we niet meer met trainen. Dus eigenlijk kreeg ik voor onszelf programma's om fit te blijven. En sindsdien ren ik regelmatig en gewoon krachttraining met spullen die ik hier heb. En volgende week ga ik ook gewoon met een trainer van Twente ga ik gewoon individueel trainen, zodat mijn conditie en snelheid en kracht nog steeds nog beter wordt dan eerst. Zodat je een beetje een voorsprong hebben in het begin van het seizoen dan de anderen. Dus gewoon krachttraining, ook conditietraining of? Ja, conditie, vooral conditie. Dus heb je gewoon een schema van je trainer of van de club gekregen? Ja, van Twente hebben wij een schema. Maar om extra te doen ga ik nu ook gewoon 1-op-1 trainen, zodat ik die voorsprong heb op anderen. Oké. Jadi guys, dia untuk menjaga kondisi, dia dikasih schema dari klub dan dia setiap hari dia latihan sendiri dengan apa kecepatan, kekuatan dan juga kondisi guys. Dan tweede vraag, sinds wanneer en hoe begon jouw voetbalcarrière, dus zeg maar vanaf hoe oud je begon en bij welke club je eerst speelde en hoe je naar Twente ben gegaan. Ja. Ik begon op mijn vierde met voetbal bij AC Nieuwland in Amersfoort. Okay. En toen ben ik op mijn achtste verhuisd naar Nijkerk. Dat is een dorpje naast Amersfoort. Toen ben ik bij Sparta Nijkerk gaan voetballen tot mijn tiende. En op mijn tiende ben ik gescout door Twente. Sindsdien voetbal ik van mijn tiende en ik ben nu 19 voetbal bij Twente. Dus ik voetbal daar nu 9 jaar. Oh, zo. Dat is lang, man. Dus je bent nu eerst tweedejaars of tweedejaars A? Ik ben dit jaar was ik tweedejaars A. Ik ga nu naar zeg maar jong, om 21. Oké. En wat is jouw, zeg maar, wat is jouw hoogtepunt sinds je bij Twente speelt? Ik denk op mijn 17e toen ik een contract tekende, mijn eerste contract. Dat was echt een hoogtepunt, want daar heb ik echt hard voor gewerkt. Ja. En in het Nederlands elftal dat ik daarmee mogen meetrainen. Oh, echt waar? Met leeftijd. Vorig jaar heb ik met de onder 18 Nederlands elftal mee mogen doen. Ah, nice man. Dat waren sowieso hoogtepunten. En ja, gewoon kampioenschappen binnenslepen. Zulke dingen zoals dit jaar ook gewoon top 8 Eredivisie eindigen. Zulke dingen. Oké, en heb je al meegetraind met het eerste team of nog niet? Ja, ik was 16 toen ik met het eerste meedeed. Wow, zo. Ja, toen heb ik, vanaf mijn 16 heb ik elke week wel met eerst meegetraind. En toen, dit jaar heb ik met het trainingskamp meegedaan in januari naar Spanje. Zo, nice man. Ja. Oké. Veel Indonesische mensen willen meer over je weten omdat je ook Indonesische bloed hebt. En wie van je ouders is Indonesisch? Mijn moeder die is Indonesisch
En die heeft ook 7 broers en zussen. Dus een hele Oh, grote familie zo. zelfs. Ja. Ze is Dat is heel gezellig. 100% Indonesisch. Ja, 100% Indonesisch. Welke stad komt ze vandaan? Ze komt volgens mij uit Sulawesi, komt ze. Kan je Indonesisch praten of niet? Nee, Nee? ik kan wel een paar woordjes, maar ja, niet een beetje vieze woordjes en zo. Maar ik wil Vieze. wel dit jaar, omdat ik niet meer naar school ga in verband met de trainingen, het is gewoon te druk, wil ik wel eigenlijk een Indonesische studie doen. Oh, Om de taal te leren. oké, de taal weer. En ben je ooit naar Indonesië op vakantie geweest of nog niet? Ja, ik ben 4 keer naar Indonesië geweest. Dan heb ik 1 jaar Kiel Java doorgereden. Zo, oké. En ik ben een paar keer naar Bali geweest. Ah, Bali, leuk man. En wat is je mening over de Indonesië-land? Ik vind het altijd heel gezellig. Het is sowieso het lekkerste eten, want ik hou niet van het Nederlands eten hier. Dus Nee? Indonesisch eten vind ik sowieso het lekkerste wat er is. En heel lekker weer en hele vriendelijke mensen. En Wat ik voor hou eten vind je gewoon. lekker? Ik hou erg van Soto. Soto, oh ja, ik weet het, ik vind het ook lekker man. Dat vind ik echt mijn lievelingseten, maar ja, mijn moeder maakt van alles. Hoe heet dat vlees ook weer? Een beetje pittig. Rendang, was het Ja, rendang? rendang. Ja, Ja. dat is wel, ja, dat is lekker. En gele rijst, echt. Ik hou er echt van. Oké, en je speelt nu professioneel voetbal in Europa en zou je in de toekomst misschien ook professioneel voetbal willen spelen in Indonesië? Heb je daar ooit Ja, aan dat gedacht? heb ik. Mijn zaakwaarnemer is ook Indonesisch. Fardi Bakhti, ja. Ja, ik ken. Ik heb ook samen met hem afgesproken als ik ver kom in mijn carrière dat ik uiteindelijk naar Indonesië wil. Oh, dus je wilt uiteindelijk naar Indonesië, gewoon. Ja, dus als afsluiter wil ik sowieso naar Oh Indonesië. ja. Heb je ooit Indonesisch voetbal gekeken, misschien? Nee, ik heb Nee? nog nooit gekeken. Nee? Oké. Gaan naar de volgende vraag. En naast voetbal studeer je en ga je ook naar school, zeg maar? Ik heb mijn HAVO afgemaakt en toen heb ik HBO geprobeerd, maar dat ging met de training, ging dat echt niet samen. Dus nu doe ik geen school, maar ik wil dus volgend jaar, aankomend jaar, wil ik wel een studie oppakken en dan ook nog Indonesische taal leren. Oké, en kan je me ook vertellen, zeg maar, hoe je dag eruit ziet van gewoon in verband met school en voetbal? Dit jaar was het in de ochtend training om 8 uur op de club zijn. En dan heb je tot 1 uur training ongeveer in totaal. Oké. En dan soms had je ook nog in de middag daarna training. Maar voornamelijk 1 keer training per dag. Maar vroeger toen ik wat jonger was, dan moest ik om 5 uur opstaan. En dan ging ik naar de club. Dan moest ik, had ik eerst school. Daarna had ik training en daarna ging ik weer naar huis. En dan was ik pas 8 uur 's avonds thuis. Had je zeg maar school in de club of gewoon eerst naar school en Nee, dan? apart. Eerst school en dat was gewoon in Enschede. En daarna moest ik met de busjes naar training en dat was in Hengelo. Oké, dus werd je niet opgehaald door hun of moet je zelf? Jawel, ik werd thuis opgehaald. En dan met de busjes naar school en dan met de busjes naar training. En dan weer terug met de busjes. Oké. En zeg maar, als je kijkt naar je toekomst, wat is jouw planning voor de komende jaren voor jouw voetbalcarrière? Ik hoop dat ik, maar dat zegt de trainers ook, die hebben wel het vertrouwen, maar als ik hard werk dat ik het ga halen. Dat ik dit jaar in het eerste wil spelen van Twente of Heracles, want ze werken nu samen. Oké. En dan wil ik eigenlijk binnen 2, 3 jaar wil ik wel de overstap maken of naar een beter team in de Eredivisie of al naar het buitenland als het kan. Oké, en welke club zou je het liefst willen als je naar het buitenland mocht gaan voetballen? Ik denk een Engels team en dan denk ik Liverpool of zo. Liverpool, zo, dat is nice man, dat is ook mijn favoriete club. Ik vind het de mooiste club in Engeland. Ja, ze konden dit jaar kampioen worden, maar helaas, Ja. nee, helaas kon het niet meer. En ja, verder heb ik nog een aantal vragen van ja, voor de mensen in Indonesië.
Oh, wacht, ik ga even naar de mensen, zeg maar, uitleggen wat je allemaal hebt verteld in Indonesië. Oké, jadi guys, dia. Dia mulai voetbal. Dari dia kecil pertama di klub amatir dulu di tempatnya dia di welke club was je voor het eerst toen je ging voetballen? AC Nieuwland toen ik 4 was. Amersfoort in Amersfoort. Yeah. Jadi dia pertama bermain bola di Amersfoort en dan setelah itu naar welke club ging je daarna? Sparta Nijmegen. Setelah itu dia ke klub Sparta Nijmegen dan waktu dia 9 tahun dia di scout ke FC Twente. Dia di sana udah sekitar 10 tahun dan sekarang dia umur 19 dan dia juga udah melakukan latih debut di tim utamanya FC Twente juga dan dia juga udah dikontrak guys. Jadi prestasinya benar-benar bagus. Dan dia kan juga ada apa? Darah Indonesia ya. Itu adalah mamahnya aslinya Indonesia 100% dan mamahnya berasal dari Sulawesi ya mudah kok Sulawesi loh yeah. Ya mamahnya berasal dari Sulawesi okay, dan aku juga tanya kalau kamu setelah bermain di Eropa kamu juga mau main di Indonesia enggak? Dia jawabnya, ya aku sama apa agentku juga bilang kalau setelah karirku di Eropa sudah selesai, aku juga ingin bermain di Indonesia. Dia juga bilang gitu guys. Welke klub kalau di Indonesia bisa? Welke klub saya sama at least willen spelen als je in Indonesia later? Nah, ik denk Bali United, als dat het grootste team is. Bali United is een goede team, is een groot team. Tadi dia bilang dia mau main di Bali United kalau setelah karir bolanya di Eropa. Oke, en ya nu heb ik een aantal vragen vanaf de Indonesische supporters. Het eerste is als je uitgenodigd zou worden om voor de Indonesische nationale team te spelen, zou je dat willen? Ja, ik had deze zomer zou ik eigenlijk met Indonesië, het nationale team, zou ik meetrainen. Oh, echt waar? Ja, maar dat is dus niet doorgaan door corona. Oké, okay, dus je zou dan met onder 19 meetrainen, of? Nee, volgens mij met het eerste. Oh, met het eerste, oké. Yeah. Jadi guys, aku tanya tadi, kalau kamu dapat undangan untuk bermain di timnas, apakah kamu mau? Dan dia jawab, ya dia dapat undangan dan sebenarnya dia akan melakukan ikut training bersama seleksi bersama timnas utama guys gitu. Oke, maar helaas kon het niet door de ja door corona zeker ja nice man. En tweede vraag is in welke plaats in Indonesië ben je nog niet geweest maar je wilt er wel graag naartoe gaan? Zulke steden ken ik niet, maar ik denk de geboorteplaats van mijn opa en oma en van mijn moeder. Waar ligt dat? Komen, waar ligt dat? Daar ben ik nog niet geweest. Manado, Sulawesi, in Manado. Waar, Sulawesi in Manado? Ja. Ah, oké. En in welk jaar ben je geboren dan? In 2001? Oh, maar dan zou je misschien nog kunnen meespelen met de Indonesische WK in 2021. Ja. Ik denk van wel, man. Het zou wel tof zijn als je... Als dat zou kunnen, zou ik sowieso meegaan. In welke maand ben je geboren? In mei. Ja, ik denk wel dat het nog kan, man. Ja. Dus misschien als je misschien uitgenodigd kan worden, dan lijkt me echt leuk. En, vierde vraag. En dat is denk ik ook wel de laatste vraag. Dat is, wat is jouw beste starting 11? Gewoon met bekende spelers? Ja, met gewoon spelers van de hele wereld. Ik denk op goal. Zo even. Op dit moment die spelen, hè? Ja. Ik denk op goal Ter Stegen. Oké, dus op goal Ter Stegen. En rechtsback Trent
Alexander-Arnold van Liverpool. Ja. Dan Virgil van Dijk en Varaan. Virgil van Dijk en Varaan als centraal verdediger. Ja. En dan linksback, linksback Marcelo, denk ik. Marcelo, oké, okay, linksback. Op het middenveld Modric. Modric, Kevin De Bruyne en Kevin De Bruyne en Kanté. Oké. Okay. Rechts buiten Messi, spits Ronaldo, links buiten Neymar. Oké, okay, dus goede elftal is dat. Oké, okay, bro, ik laat je. Ja, vandaar. Oké, bro, ik denk dat dat, dat wel genoeg is voor deze interview, de vragen. Ja, ik en Indonesische supporters wensen je echt veel geluk met je voetbalcarrière. En ik hoop dat je veel kan bereiken. En ook, ik hoop dat je je ouders kunt trots maken. En ja, ik hoop je snel weer te zien en tot snel, man. En dankjewel dat je deze interview wilt doen. Ja, ik film nu ook en dan zet ik ook in mijn YouTube kanaal en dan geef ik het ook door naar de journalisten. Oké. En ik geef je wel door, zal ik het de link. Is goed, man, dankjewel. Fijne dag. Cool. Oke, guys, itulah interviewku bersama Mace Hilgers. Semoga kalian udah bisa mengenal dia lebih baik. Nah, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. And I see you in the next vlog. Peace.